Welkom weer in een gloednieuwe video op Swap Games. Mijn naam is Matthias en vandaag ben ik hier alleen en ga ik weer verder met de Trackmania solo. Ja, races. Ik heb niet gevonden wat ik bij deze race moet doen. Als jullie dat weten, laat dan zeker achter in de comments. Jullie mogen het nu even lezen, ik geef jullie even tijd. Ja? Zijn jullie klaar? Oké. Okay. Dus ja, laten we dan maar beginnen met de B13. Obstakel ding, race ding. En voor deze race kiezen we natuurlijk ook weer de gouden medaille. Oké. En start. Vorige keer lukte de races niet heel goed. Ik had wel zo'n heel speciale medaille gehaald. Als ik deze opneem is die race nog niet online. Dus weet ik nog niet wat dat betekent. Ik ging hier kouloos snel, dus ik moest hier mijn gas loslaten. Die crashen tegen de zijkantjes, ja. Ayo, ik ga hier snel, jongen. Waar ga ik? Ik weet niet hoeveel ik ga. Finish! Menes, dat was de race. Ik hou zoveel meer van stunt races. Ik vind die ook gewoon leuker. Niet omdat ik daar beter in ben, maar ik vind die ook gewoon leuker. Dus ja, laten we doorgaan naar de volgende race. Wow. Voor deze race kiezen we natuurlijk ook weer de gouden medaille, want de vorige die ging zo simpel, dus ik dacht... Easy, jong. Easy. Nee, te vroeg jagen. Maar joh, ik dacht dat we naar rechts moesten ofzo. Nee, ik moest gas loslaten, maar dat was helemaal niet nodig. No, hier crash ik. Daar moest ik wel gas loslaten. No. Oké, opnieuw. Ik was hier veel te laat ingestuurd, omdat ik niet aan het opletten was. Oké. Hoezo kan die daar niet remmen? Ik snap dat nog steeds. Ik ga die bekijken. Ik ben weet dat ik gecrashed ben. Hoezo? Ja, dan moet ik daar ook niet remmen. Oké. Waarom ben ik ook zo slim, hè? Ah ja, hier moest je zo, die bocht, ja, nog een kei slimme actie van mij. Ik landde niet goed. Hier mooi springen, dat is beter dan de vorige keer. Wacht, als hier zo naar buiten... Ik had daar een randje. Dan gaan we gewoon opnieuw. Nee. En opnieuw. Jump. Nice. Deze lander ik nog wel vrij sava. Deze was beter als daar, nee. Fuck. Niet crashen, niet crashen, niet crashen, niet crashen. Nice. Nee, je moet hier helemaal naar race, dat wist ik helemaal niet. Jongen, wat is dit voor een race? Dan moet ik daar helemaal terug omhoog. Ja, maar ja. Deze jump nu niet haal, dank u. Ik weet niet wat dit is, ik koop gewoon zilver. Daar is de finish. Wat zilver zijn. Alsjeblieft, zilver. Ik denk het wel. Oké. Okay. Hier ga ik het ook laten, want deze race doe ik niet nog een keer. We zijn nu terug aangekomen in het startscherm. En ik wou zeggen van deze race kon ik niet doen. Dus we doen deze. Maar het blijkt dat ik hier al een zilveren medaille heb. Wat het is, dat weet ik niet. Maar laten we dan gewoon maar doorgaan naar blauw. Dat lijkt mij nu het beste. Het scheelt maar 4 seconden, maar toch ga ik de zilveren medaille nemen. Omdat ja... Snap je, zilver vind ik nu echt wel goed genoeg. Zeker in blauw. Ik ga nog wel eens een andere video proberen. Voor... Mocht ik... Bij alles goud halen waar ik zilver haal. En ik moet helemaal buiten. En ik ben gecrashed. Oké, prachtig. Dus, wat ik wou zeggen... Gas. Ja.
Opnieuw. Ziekjes loslaten en misschien crashen. Oké. Nog steeds achter mij, dat is nice. Hier crasht ik, why? Why ik crash daar? Snap me, waarom ik crash daar? Normaal ik crash nooit daar. En nu ineens ik crash wel daar. En nu ik crash ook hier. En nu ga ik ook hier crashen, voilà, boom. Dit ga ik gewoon opnieuw doen, want ik denk echt wel dat ik deze makkelijk goud ga kunnen krijgen, eigenlijk. Deze lijkt me eerlijk gezegd niet zo heel moeilijk. Misschien raar. Yo, ik crash hier. Het is misschien raar gedacht, maar deze lijkt me minder moeilijk als die vorige. Nog steeds moeilijk, hè? Vraag me eigenlijk ook af: spelen jullie Trackmania? Ja, laat dan weten uw naam, maar dat hebben we al vaker gezegd. En hoeveel medailles zeg je? Daar ben ik ook heel benieuwd. Ah, waarom crash ik hier heel doen? Ik merk wel dat die races steeds moeilijker worden. En dat die vooral langer duren om op te nemen en moeilijker ook natuurlijk. Want hiervoor kon ik nog zo... Allee, hiervoor... Hiervoor duurde echt veel korter om op te nemen, want die races die duren ook gewoon langer. Aan de hand... Hoe hoger dat die komen, de blauwe zeker. En ik crash ook best wel vaak, dus die opnames die worden steeds langer en langer. Steeds moeilijker. Nee, laat me nog eerst voor, laat me eerst voor, laat me... Nee! Oké. Dat is dus hoe je het kan opfokken vlak voor het einde. Dus nu ga ik knippen. En ik zie jullie terug. Als ik gefinished ben. Oké. Okay. Ik denk dat dit hem wordt. Ja, dit wordt hem. Ja! 5500ste ervoor. De golden medaille, Leuten. Nice. Laten we doorgaan naar de volgende race. Voor de volgende race kies ik terug zilver, want het scheelt toch best wel lang. Hoe lang weet ik niet precies. Ik heb niet goed gekeken, ik denk 7 seconden of zo. Dus ja, daarom. Ja, nee. Oké. Okay. Bot. Leuk. Oké, rijden. Bot. Dus ik moet hier trager gaan. Oké. Hier ging ik ook bijna fout. Daar trager, ja? Zo slaap. Ja, zo. Is was nog best wel close. Ook al zie ik het. Allee, niet close met tijd, hè? Close bij de muur. Oh, ho, ho. Nee. Oké, okay, nice. Dat zou ik voor 3 seconden. Kijk, ik rij best. Ik rij meestal, als ik het mag zeggen. Ik best wel. Veel beter dan die zilveren medaille. Maar goud is zo moeilijk. Ik rij nu 34 seconden beter. Als ik goud moet doen, dan moet ik echt nog 2 seconden eruit. Dus dat is best wel onmogelijk, vind ik. Daarom ga ik nu ook gewoon door naar de volgende race. Deze heeft maar 2 seconden verschil. Oh nee. Ik denk dat ik deze nog ken. Oh. Moet hij... Ah ja, deze ken ik nog. Moet je die hoog of laag nemen? Ik... Oh, goed. Oh. Dikke crash. Ik weet niet. Laten we zilver gewoon tellen. Want als ik nu dit nog voor goud ga proberen... Denk ik wel dat... De video lang gaat worden, dan kunnen we denk ik niet nog deze race gaan doen. Dus daarom doe ik nu eerst deze race nog, snap jullie? Nee? Oké. Okay. Waarom vind ik dat ook grappig?
met mijn pijltje op achteruit, maar ik had net op tijd kunnen verpakken. Het ziet er mij best wel uit als een stuntrace. Ja, stuntraces, want die vind ik net iets leuker. Dan kan ik deze bocht dan wel perfect zonder, allereerste keer zonder te... Ik had moeten afkloppen. Wat? Oh, ik was met mijn microfoon bezig opnieuw. Ja, wacht je. En de crash, waarom lukte die bochten de eerste keer wel? Dat snap ik niet. Deze was heel mooi. Dit denk ik toch. Niet te veel door afgerend. Waarom crash ik hier? Ik weet niet. Ik vind dat stom. Jullie ook? Nee? Blijf die grapjes ook maken, hè? Vind ik dit al niet grappig. Die waarschijnlijk ook. Hier land ik wel weer mooi. Oh, ik dacht dat ik hier net iets te weinig vaart voor ging hebben. Helemaal driften. Oh, daar had ik even geluk, want ik zei daar best wel een groot stuk af. Land hier niet scheef, land hier niet scheef. Nice. En hier de finish komt, ja. En drie seconden voor. Is dat nog goud? Nee, hè? Nee. 41. En hoeveel uit nu? 42. Ik denk niet dat ik dat nog had kunnen halen. Eerlijk gezegd. Maar laten we deze race nog wel doen, hè. Die kan ik nog wel halen, hopelijk, hè. Ik denk dat het wel een vrij lange video gaat worden. Zeker omdat ik nu zie dat deze race 2 minuten duurt. En dat ik hier de start mis. Hopelijk ga ik hier niet te veel tijd door verliezen. Allee, tijd door verliezen, dus ik tijd door verliezen. Oké, laten we opnieuw gaan. Opnieuw. Deze bocht was mooi. Beter. Nee, waarom crash ik hier? Oké, we rijden wel gewoon door. Ja, als ik hier zilver haal, ben ik blij genoeg. Oh, dat was close. Nee, waarom crash ik hier ook nog? Zo'n 4,5 seconden voor. Nu 3,5. Dat ik misschien nog wel gold kunnen halen. Nertens, hè? Ja. Zo makkelijk om aan die kant te gaan, hè, Matthias? Je wilt er dan toch tussen gaan? Ik weet niet waarom eigenlijk dat ik dat wil. Misschien is dat ik even echt. Oh, deze jump wou ik niet pakken. Rondje. Dus ik hier ook gewoon vol daartegen, hè? Oké. Okay. Ja, ja. Ik heb echt verbrot eigenlijk. Als je ziet hoeveel ik eerst voorleg. Maar zilver vind ik hierbij goed genoeg. Ja, je moet ook nog de plaats overlaten dat we later een video kunnen maken. Persoonlijke records verbreken. Dus ja, willen jullie video zien? Binnen een paar weken of zo. Ben zeker. Abonneer dan zeker en doe het belletje omhoog. Zo mis je geen enkele video. Ja, ga je best wel weer achter. Ondertussen raak ik die basis YouTube-praatjes van belletje aan. Abonneren. Echt, vergeet zeker ook niet te liken. Als jullie het leuk vinden. Als ik hier nu terug crash. En abonneer ook zeker even. Doe belletje aan. Ook al heb je dat net gezegd.
zo missie geen enkele video. Maar dat was close. Oh, ik kan ook nog gaan driften. Ja, laten we dat maar niet doen. En gefinished. Ik heb wel heel hard opgefokt, dat weet ik wel. Maar zo hard maakt dat niet uit. Vond jullie deze video nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet zeker nog niet te abonneren voor meer. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video. En ik denk dat we in de volgende video de 100 medailles gaan halen. Dus ik zou zeggen, wat ik altijd zeg, en dat is tot de volgende video. Later!